Vanuit de Dominicuskerk streamen we de viering van de vijfde zondag van Pasen. We zijn verbonden met alle locaties en kerken van onze Sint parochie. Vandaag kijken we naar Jeensum. We zien beelden van de voormalige Marcuskerk. In de dagkapel, toegewijd aan Maria, vieren we normaal gesproken. Eens in de veertien dagen op donderdagochtend de Eucharistie. Het is een eenvoudige viering, maar wel met orgel en liederen. Na de mis wordt er altijd koffie gedronken in de porchisaal. Verhalen van vroeger en nu worden gedeeld. Verhalen delen doen we zeker ook in de Eucharistieviering. Onze kerk kent voor iedere dag vastgestelde lezingen. Een aantal verzen uit het evangelie en een lezing uit het Oude Testament. In de paastijd wordt echter een lezing genomen uit de boeken van het Nieuwe Testament. In de evangelieverhalen spreekt Christus rechtstreeks tot ons. We zien dit prachtig verbeeld op de kanonborden geschilderd door zuster Martina. Christus spreekt vanaf zijn troon tot ons. In de verhalen merken we dat de toon van zijn spreken verschilt. Vaak spreekt Jezus als mens. We zien hier de gevleugelde mens. Christus verkondigt soms hoog verheven. Als een adelaar zweeft hij, als het ware, over ons. Christus is de hoge priester, degene die op het kruis is gestorven. De stier is er een aanduiding van. Christus spreekt als een sterke, krachtige koning. De leeuw geeft hier iets van aan. De gevleugelde mens, de adelaar, de stier en de leeuw zijn ontleend aan het boek Ezekiel. Hier zijn ze toegepast op het spreken van Christus. De vier evangelisten verhalen over het optreden van Jezus. Ieder evangelist benadrukt een ander aspect. De leeuw is zo het symbool geworden van Marcus, de patroon van Jezus. Hij gaf ons het kortste evangelie. Het is vol vaart, kort en krachtig geschreven. Het begint in de woestijn. Luid roept de bode die vooruit wordt gestuurd in de woestijn. Dat luide roepen wordt geassocieerd met een leeuw. We zien hier Marcus afgebeeld. Hij is bezig om zijn evangelie te schrijven. In evangelieverhalen komen we Maria tegen op momenten dat het erom spant. Maria staat onder het kruis. Ze is er ook bij als haar zoon begint met zijn heilswerk. Zo is ze echt de moeder van de Verlosser. En laat dat nou de titel zijn van het Mariabeeld. In de kapel van Jeesum mogen Maria ons te zijde staan in de meimaand, zeker in deze tijd.